Goedemorgen, en dit is weer tijd om lekker te kijken. Ik kom wijs vandaag bij jou, Pieter Malan, alias Papa Chef. En in samenwerking met mijn vrienden van Sunbike ga ik voor je wijs hoe makkelijk dit is om een gourmet boerierol daar bij je huis te maken. Nou, dat boerenworstrol wordt baie keer op ons spijskaart bij je huis bediend. Maar ons houden altijd af van om het traditioneel te doen. Nou, in vandaagse episode ga ik jou aanraaien om te proberen om, zoals ik gezegd, een beetje van een gourmet boerierol daar bij je huis te proberen. So, een beetje meer creatief te wees daar bij je huis. So, wat ons gaat doen is, Papa Chef boerenworst. Kijk uit daarvoor bij jouw vriendelijke slaghuis of supermarkt. Is amper oorster beskikbaar. As het nog nie beskikbaar is, die gaan naar papachef.co.za en sê vir ons asseblief, ons soek Papa Chef boerewors, en ons gaan seker maak, het kom by jou dorp uit. So Papa Chef boerewors, die eerste manier, een klein bietjie soet russies, groenpepers, alles wat ek gemeng het en so bietjie van hulle opgesnijd, het een lekker warm pan, en dan gaan hulle net daar so ingooi. Het is so lekker om sulke broodrolletjies te kan koop, wat altijd vars proe en so gemakkelijk is. Maar sien wat ek nou hier so doen. Baie eenvoudig. Ek vat nou hier Papa Chef boerewors uit hierdie ene uit, en dan haal ek sulke stukkies boerewors. En dan maak sulke klein frikadelle amper daarmee. En dan gaan ek dit nou hier so by ons rissie sit, wat besig is om te braai hier al so. Nou, hy het een lekker vetjie in hom. So is hier nodig, laat jy nou op hierdie stadium enige olie by sit nie. Hy het meer as genoeg in vir dit. Hierdie boerewors is baie uniek. Hy word met ons braai saus gemaakt. So dit is regtig iets anders om te probeer. Hy het een bietjie van een saus in hom, wat het baie lekker maak as hy dit begin uitkook. So daar gaan ons boerewors frikadelletjies in die pan. En ons gaan hulle so bietjie los daar, wat hulle net so bietjie tan in die pan. En dan voorheen vandag het ons van die Papa Chef boerewors ook lekker gebraai. En ons gaan drie verskillende boerewors rolletjies maak. Nou, terug bij ons saus. Hier soot ons ons peppers nou in, of ons groen rissies, ons stukjes frikadelle. En dan, as jy soos in my huis is, is daar altijd een beetje van die pap en wors sausie oor. Iewers in die ijskast. Nou, hier is een lekker manier om het weer te gebruik. As jy nie dit het, die sommer geblikte tomatie en eie mengsel sal ook goed werk. Maar hier so is myne wat oorgeblij het, van ons pap en wors. En ek sit dit daarbij. En het ruik al klaar fantastisch. Ons wil hê, dit moet een beetje van een Italiaanse smaak en geur hê. In hierdie boerewortsrol. En ek weet, alles lyk nou baie op hierdie stadium. Maar jy gaan sien hoe alles mooi by mekaar gaan kom. En dan het ons een beetje vars gekapte koriander. Ek gaan dit daar insit. En dan gaan ons so klein beetje van hom vergeet, daar aan die kant. En net so op die einde, gaan ons een hele handvol mozzarella kaas bo oorgooi. Kan jy al sien wat ek besig om te doen hierso, met die ene, bietjie van die Italiaanse smaak en die boerewosrol, ons lekker broodrolletjie met van die frikadelle in, die mozzarella kaas en die tomatiesmoor, en dan ons ander twee, bietjie meer een traditionele ene, en dan een ander ene wat geïnspireerd is door die Kaapse Gatsby, of een AK-47, as jy van die Kaap af is, dan weet jy van wat praat ek. Net hier al wys ek jou, hoe kom al hierdie lekker boerewosplesiere by mekaar. Bly gerus en geskakel. Welkom terug hierdie kombuis. Kyk hier, dit ruik verskrikkelijk lekker, hè. Ek gaan jou wys hoe ons hierdie paar gourmet boeries by mekaar gaan sit. En hopelik gaan jy hierdie naweek tenminste een van hulle probeer. So, probeer so 'n bietjie van die tomatiesaus afbeweeg, of die bladjang, of die tomatiesausie. Probeer gerus een van hierdie weergawe. So, ons eerste weergawe. Een van die heerlike broodrolletjies. Sny hom oop in die middel. En hierdie een is meer vir die dames. So hy gebruik van my Tant Anna se gerookte mayonnaise. Hy het 'n baie subtiele smaakie aan hom. En ons sit 'n lekker laagie van hom in die middel van ons broodjie. En dan, soos wat ek vroeger genoem het, daai boerewors wat van die vuur afgekom het. Ek vat nou soms so in my hand. So nou lekker. Sit hom daar. En dan 'n lekker ingelegde agurkie. Daar gaan hy. Het lyk mooi. Ons maak ons so. En dan, glo dit of nie, een klein bietjie gepekelde beet, wat ons saam met hom insit. En dan, net vir die pikante smaak en bietjie van die brand, een lekker peperdew wat so opgekap is. Citrusie. Ok, so daar so is hy nou, ons eerste ene klaar. Tweede ene, hier gaan ons. Nommer 2.
geïnspireerd door die Kaapse Gatsby, of die AK-47. Als jy ooit van die gat is van die Kaap is, dan weet jy van wat ik proef. Ek praat, nie proef nie. En dit is natuurlijk ons daar as hulle die slapchips en allerlei lekker dingen in een broodje sit. So hoekom dit nie probeer met die boerenworsrol nie? So en met hierdie ene gaan ons van oom Karelse geel goud, dit is nou ons mosterdmeie, eerst van hom in die middel sit. En dan het ons voor die tijd lekker chippies gemaakt, skyfies, noem het wat je wil. Van die skyfies wat eerst ingaan. En dan weer een stukje boerenworsrol, boopom. En dan so klein beetje rissie, jalapenos. Kijk hoe mooi lyk dit. Prachtig. Kleur lyk ongelooflik en ek is seker dit gaan lekker proe ook. Dan kan je een klein beetje microkruie op alpje sit. Net om een beetje mooi te maken en af te rond. Dan ons laatste ene. Want daar hier die papa chef frikadelle met die tomatiesaus wat oorgebleid. Hier is die lekkerste ene, gaan nou sien. Wat ons gaan doen is, hier is amper geïnspireerd door de Amerikaanse Sloppy Joe. Wat is, kan ons dit nou maar noem, Sloppy Jantjie. Werk dit vir jou. mozzarella kaas, tomatie, basiliekruid, daai papa chef boerewors frikadelle. Jo. Kijk hier daar ene, sit hom in, en dan het ons een beetje gedroogde eie, wat die deestal krijg, so dat jy songedroogde tomatie krijg, krijg jy nou hierdie gedroogde eie, en ons sit dit heel boe op, klein beetje vaaspeper, en daar het jy drie baie vinnige gourmet boerenworstrolletjies. Dames en heren, as dit nou nie vir jou roep, om hierdie naweek te probeer, bietjie walghalsag te wees met jou boerenworsrol nie, dan weet ek daarom nou nie. Onthou, hierdie broodrolletjies is beskikbaar by jou naaste supermarkt. Dit is natuurlijk Sunbake. Nothing fresher under the sun. Tot de volgende keer. Bye.